Ja, het is ongelooflijk jammer. Maar uh, er zijn gesprekken aangegaan met GroenLinks en de VVD nadat D66 en GroenLinks echt een goed akkoord hadden neergelegd. Maar het bleek dat uh, GroenLinks uh, eigenlijk nauwelijks bereid was om ja, afspraken te maken met de VVD om ook te zorgen dat de VVD zich in het akkoord kan herkennen. Kijk, we hebben onderhandeld om eruit te komen, want zo begin je. Maar ik heb uh, uh, iets eerder al tegen Jan gezegd, uh, tegen D66 gezegd, dat ik het gevoel had dat de hervormingsagenda niet leidend genoeg was. Uh, en we hebben moeten constateren dat door de eisen van de VVD en de opstelling van D66 de hervormingsagenda geweld werd aangedaan. Ik denk dat iedere kijker kan bedenken dat als je met twee partijen vergadert en je gaat daarna met een derde partij vergaderen, of het nou de VVD is, de PvdA of SP dat je dan compromissen moet sluiten. Want je zegt nooit tegen iemand, je mag wel met ons meedoen, maar je mag niet je eigen punten ook proberen binnen te halen. Kunt u zeggen op wat voor punten het dan uh, moeilijk werd? Nou, de VVD wilde ter compensatie van verhoging van de tarieven voor parkeervergunningen, wilde ze lastenverlichting, uh, zodat dat uh, in evenwicht wordt getrokken. Niet lastenverlichting op de parkeertarieven, maar op een andere manier, dus de afvalstoffenheffing bijvoorbeeld. En dat was voor GroenLinks uh, onbespreekbaar. Krijgt u er later geen spijt van? Dat denk ik niet.